jawel. Mijn stem is, nou gaat het enigszins. Mijn stem is weg. Zijn stem is weg. Al 44 jaar, altijd met de carnaval. Ik snap er helemaal niks van. Al 44 jaar is zijn stem weg. Al 44 jaar met de carnaval. 44 jaar, ja. Moet en dan vraag ik even iemand anders. De schuimkragen, het loopt al 44 jaar als een trein. En ik denk dat er een trein aan komt. Nee, echt niet. Hoe kom daarbij? Hoe kom daarbij? Met een trein. Nou, heel veel plezier en proficiat. Ja, dank je. Jullie ook, hè. Al 44 jaar, hè? En jullie maken de pakken altijd zelf, hoor. We hebben heel veel stress gehad dit jaar, want er doen heel veel schuimpjes mee en de gewone mensen van de schuimkragen. En hoeveel zijn jullie mee? Precies 44. We hebben zelfs een schuimmini. Nou. Echt geweldig. Maar het was wel bijzonder om de mensen allen weer te kunnen maken en neer te kunnen zetten. Echt fantastisch. Nou, ik wens jullie van harte gefeliciteerd, want het is echt wel een unieke prestatie om echt 44 jaar mee te doen. En jullie maken altijd alles zelf. Wij maken meestal alles zelf, ja. Maar ja, dat maakt het ook bijzonder. Ja. Nou, het loopt als een trein, zie ik, dus ik ga er tegenaan. Komt helemaal goed, dank. Fijne carnaval.
is dus de kleinste, het allerkleinste schuimkraagje. Ja, dat klopt. En hoe heet hij? Noah. Noah. En krijgt ze er een beetje van mee? Jazeker, ja. Die vindt het maar wel mooi, al die kleuren en geluiden en mensen. Ja, het hoort erbij, hè. En dat voor de 44ste keer. Hoe vaak, ja, heb jij al 44 jaar meegelopen? Nee, 29 jaar. Maar jong geleerd is oud gedaan, hè, Willemien? Dat klopt. Heel veel plezier en proficiat. Normaal. Graag naar voren, de schuimkragen, 44 jaar. Ja, dat is echt waar. Wat jullie allemaal gedaan hebben. Niet normaal. Nou, dat weet ik wel. En ik heb er echt maar een greep eruit gepakt. En dat is al niet normaal om op te noemen. 1980, daar gaan we mee beginnen. 1980. Prinske, toen was ik 2. Maar toen hadden jullie 9e geworden. 9e in de plaats van de wagens. Ja, dat is even terug. 1990, 11 jaar bestaan, 15e plaats. Maar in 1993, chefbordjes, let even goed op. Een moeskoningin, Rianne Matthijssen, 1993. Toen was ze al. Daarna over en weer, wagens, grote loopgroepen, was het heen en weer. Maar daarna, ja, toen kwamen ze toch nog ergens gruwelijk sterk terug. Want in 1991... eerste hofleverancier van onze prins Peter. Ja, onze is hij, onze Peterke. Van 1999 tot 2001, prins van de Moesland. Maar, ook zijn vrouw, in 2013, moeskoningin. Die zat te loeven. En nou heb ik hier, ja echt uniek, 2016, 2017, 2018, eerste geworden bij de grote loopgroepen. Jongen, jongen, het kan niet op. En echt, deze is maar een greep wat ik uit die Wikipedia heb gepakt. Niet normaal wat jullie altijd doet. Maar ook voor jullie, een heel mooie badge, met 44 jaar erop. Geef hem een heel mooi plekje op jullie pak. En draag hem met trots. En laat hem aan iedereen zien, die 44 jaar. Uniek, uniek wat jullie doen. Dank jullie wel. Schuimkragen, 44 jaar. Met dit gezelschap hier zouden staan. 44 jaar bestaan van de club, maar ook 44 keer onafgebroken deelgenomen aan de Moeslandse optocht. Dankjewel. En dan zullen jullie denken, we hebben toch een jaar is er geen optocht geweest. Nou, toen hebben wij een drive-thru georganiseerd en dat is op zich is dat niet zo belangrijk, maar wel het feit dat we ook in dat jaar zeiden, we moeten als club moeten we iets doen. En dat hebben we toen gedaan en daar zijn ook foto's van. Dus. En daar is ook
Want onze club is, toen wij stopten met wagenbouwers, niet heel veel talent verloren gegaan. Maar wij hebben in onze club, en wij twee mensen die de eerste prijs gewonnen hebben bij de wagens. Henk en Rita hadden de wagen zo mooi geversierd dat zij de eerste prijs wonnen. Dus ook dat staat in onze clubhistorie, staat dat vast. We hebben natuurlijk in die tijd ontzettend veel plezier gehad. We hebben ook, en er was straks ook een minuut stilte voor de mensen die ons ontvallen zijn. Als je 44 jaar als club bestaat, dan ontkom je niet aan dat ook trieste momenten gebeuren. En dat is het overlijden van Mari in 1986 en het overlijden van Willemien in 2018. Even een momentje. Maar, Oost, ging bij de andere clubs wat ze allemaal gepresteerd hadden. Van God, zou je dat bij ons allemaal op kunnen noemen? Nou, dat heeft hij niet gedaan. Dat ga ik ook niet doen. Daar ga ik niet mee belasten. De optocht. We gaan het zien. Ik zag vanmorgen. En dat was eigenlijk wel mooi. Wij zijn 10 keer eerste geworden bij de grote loopgroepen. 4 keer tweedes en 4 keer derdes. Dus wij dachten gisteren, god, als we die 11e kunnen pakken, dat zou wel heel carnavalesk zijn. 11 keer, dat is natuurlijk een getal wat verbonden is aan carnaval. 4 keer 2 en 4 keer 3, dat is samen 44. Dat is het aantal jaren wat wij bestaan. Alleen, dat ging net niet door, dus dat hoogtepunt hebben we niet. Nogmaals proficiat aan het Wurtwa, want die hadden echt een... Dankjewel Henry Lamers, de Schuimkraag in 44 jaar. Hey, hey.